Het stoort Noah Falen volgens Weekblad Story mateloos dat haar moeder Linda de Mol weer terug zou willen keren in de armen van Jeroen Rietbergen. Zij zou de beweegredenen van haar moeder niet kunnen plaatsen, aldus het blad. De grote vraag is, klopt het dat er bonje is tussen moeder Linda en dochter Noah? Frank Deen had gisteren de kans om het haar op de vrouw af te vragen. Ze gaf namelijk een telefonisch interview om te vertellen over haar nieuwe presentatieklus bij Viaplay. Hij liet de geruchten echter onbesproken. Wel vroeg Frank aan het begin van het gesprekje of Noah het vervelend vindt dat ze altijd de dochter van Linda de Mol genoemd wordt. Nou, ik heb een heel leuke familie, dus dat maakt me op zich niet zo uit. Later in het gesprek trekt Frank de stoute schoenen aan en vraagt hij Noah, ik moet het toch even vragen en ik hoop niet dat je het vervelend vindt, maar het is puur uit interesse en niet uit sensatiezoekerij, maar is alles oké met je moeder? Noah, nou, goed, ik zou liegen als ik zeg dat het fantastisch gaat, maar ze gaat in elk geval stukken beter. Morgen gaat ze de studio weer in voor miljoenenjacht. Dat vind ik onwijs stoer en heel sterk van haar. Wat vindt Linda ervan dat Noah met haar nieuwe klus bij Viaplay in haar voetsporen treedt? Ik denk dat ze vooral heel erg trots op mij is en dat ben ik ook op haar, dus dat is mooi. Iedereen weet natuurlijk dat Noah alleen maar op televisie is omdat ze onderdeel is van een steenrijke en machtige mediafamilie. Zelf doet ze heel verbaasd over haar flitscarrière, zeker vorig jaar dacht ik, het gaat wel heel hard. Ik ben vorig jaar begonnen met verslaggeving en het gaat onwijs hard, maar ik vind het alleen maar super tof om te doen en ik hoop dat ik nog meer kan groeien. Zijn al haar dromen inmiddels uitgekomen? Ja, beaamt Noah. Mijn dromen ben ik nu al aan het waarmaken, ja, dus ik moet maar eens gaan nadenken over nieuwe dromen, denk ik. Ik heb gepiekt, ja. Gepiekt. Ah, zo heet het dus als je in de kruiwagen van je moeder over het mediapark gereden wordt. Thank you.